Vandaag een gravelrit. Heb jij er zin in vandaag? Ja, ik vind dat is wel lukt. Het is een beetje stresserend, maar zo het onvoorspelbare van een heel voorspelbare koers als een Tour de France is wel, vind ik wel, zelf persoonlijk wel leuk. Ja. Wat denk jij dat we gaan krijgen vandaag? Het is zo onvoorspelbaar. Toch wel wat hectiek. Als alle ploegen hebben dezelfde taak, dat is van voorrijden. Maar ja, in de top 20 zijn er maar 20 plaatsen en we moeten er met 170 of zo gaan zitten. Het gaat ergens wel opstroppen, denk ik, en het zal wel ergens een gaatje vallen. Ja, er zijn een hoop jongens die vandaag deze wedstrijd als een klassieke nemen en een hoop die gewoon het grotere plaatje blijven zien, het klassement. Gaat dat samen in een grote ronde? Wel, het is dat meestal ergens stropt. Hè. Als je het bekijkt als een eendagskoers, dan er is no tomorrow en dan doe maar op. Als je het bekijkt als een dag voor de klassementsmannen, ja, dan moet je toch iets minder risico-avers zijn dan anders, dus niet simpel. Voor jou persoonlijk, wat ligt er vandaag voor het grijpen? Niet veel eigenlijk, gewoon met Felix in de eerste groep. Plan A is eigenlijk met Felix in de eerste groep finishen. Dat is echt het allerbelangrijkste. En dan is er zo nog een kleine sidequest. Als Sam daar ook nog zit, dan kan ik met hem een mooie sprint doen. Maar ja, dat is het eigenlijk. Succes vandaag. Oliver, deze eerste toerrit, ja, is natuurlijk makkelijk zeggen voor ons aan deze kant van het hek, maar het lijkt niet super hectisch en zwaar te zijn geweest. Klopt dat? Ik moet ook wel toegeven dat ik meestal veel vermoeider ben aan de vooravond van de eerste rustdag dan dit jaar. Ja, daar zit wel iets in. Zijn er nog maar 3 uitvallers tot op heden? Dan zeg ik, dan is niet iedereen Choco gereden. Ja, wat merk je daar zelf van in het peloton? Goh. Het is niet anders dan andere jaren, denk ik. We hebben ook nog niet echt die zware bergritten van 5000 hoogtemeters en zo gedaan. Dan vallen er pas echt slachtoffers. En wordt ook wel gezegd, de voorbije rondes van Frankrijk waren vaak wel getekend door mega valpartijen in de eerste 2-3 dagen. En natuurlijk, ja, als je een tour zo begint, dan kan de ploeg wel beginnen met retourticketjes boeken naar huis.